NOS, 8 uur journaal. Philip Freriks. Kabinet zond troepen te lichtvaardig op vredesmissie. Geen wegenbelasting meer en lagere benzineaccijns in Frankrijk. Nederland moet water veel meer de ruimte geven. Dames en heren, goedenavond. Uitgerekend op het moment dat het kabinet moet beslissen over Nederlandse deelname aan een gevaarlijke vredesmissie in Eritrea, concludeert een Kamercommissie dat er in het verleden te lichtvaardig geoordeeld is over deelname aan dergelijke riskante operaties. Zo namen Kamer en kabinet genoeg met sumere informatie over de risico's. Het rapport van die zogenoemde commissie Bakker, die heeft onderzocht hoe de besluitvorming rond Nederlandse deelname aan vredesoperaties verliep, moet nog verschijnen, maar het kabinet lijkt zich de conclusies al aan te trekken. Nooit werd deelname aan een vredesmissie zo goed voorbereid. Pas maandag presenteerde commissie Bakker haar bevindingen, maar vandaag al lekte de hoofdlijn van het rapport uit. Nederlandse militairen zijn in het verleden ingezet bij vredesmissies, terwijl maar weinig over die missies bekend was. Daarom, zo meent de commissie Bakker, moet in de toekomst een exit-strategie worden vastgesteld. Wanneer loopt de missie af en hoe kunnen militairen snel worden afgevoerd als de nood aan de man is? De Tweede Kamer moet niet voortdurend vertrouwelijk worden ingelicht over vredesmissies. Dat belemmert de controlerende taak van het parlement. De procedures moeten doorzichtiger worden, dus geen afspraken meer in achterkamertjes. Het kabinet staat al snel voor een eerste testcase, een besluit over deelname aan een vredesoperatie in Eritrea. Ministers breken zich het hoofd over de vraag of die deelname binnen het zogenoemde toetsingskader valt. Binnen de voorwaarden dus die Nederland stelt aan uitzending van militairen. Wij zijn echt, collega De Graaf en ik, nu zeer zorgvuldig aan het kijken wat past, wat hoort. Dat is ooit met de Kamer afgesproken. Of we aan dit verzoek kunnen voldoen. Nou, het toetsingskader geeft daar eigenlijk alle elementen voor. En het past gewoon ook in het contact regering en parlement dat we dat echt heel goed doen. Nederland stelt bijvoorbeeld als ijzeren voorwaarde dat een groot land de operatie in Eritrea leidt. Amerika heeft er weinig trek in met het debakel in Somalië vers in het geheugen en de presidentsverkiezingen in het vooruitzicht. En er is nog een punt, de fysiek zware omstandigheden in Eritrea. Ja, het is daar buitengewoon warm, de aanvoerlijnen, de logistiek is allemaal heel moeilijk. Ja, daarom wordt kennelijk ook overwogen om het neusje van de zalm, hè, de Nederlandse jongens, de mariniers, de bikkels, eventueel een aanmerking te laten komen voor die uitzending. Ja, dat zijn jongens die enerzijds in het ijs werken, anderzijds hebben ze ervaring gehad in Cambodja en andere hele warme gebieden. Dus ja, als ze dat niet aankunnen. 500 mariniers staan klaar om uit te vliegen, om te laten zien dat ze het aankunnen. Maar voor de politiek is er nog een belangrijk punt. De risico's in het gebied zijn namelijk groot. Het kabinet eist nu dat zieke of gewonde militairen snel kunnen worden afgevoerd. Grote landen hebben daartoe de capaciteit. Canada bijvoorbeeld. De lobby om juist dit soort landen te interesseren voor de VN-vredesmacht in Eritrea is volop gaande. Het is voor het eerst sinds het drama in Srebrenica dat het kabinet weer nadenkt over Nederlandse deelname aan een gevaarlijke VN-vredesmissie. Maar Van Aartsen en De Graven nemen grote voorzichtigheid in acht. Eerst duidelijkheid over de risico's en hoe daarop te reageren, dan pas een besluit. En daarmee loopt het kabinet vooruit op datgene wat de commissie Bakker nog hardop moet zeggen. Eerst volledige informatie over de risico's van een vredesoperatie en dan pas een besluit nemen of Nederland meedoet. Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken verwacht half september een definitief besluit over Nederlandse deelname aan een VN-vredesmacht voor Eritrea. Ook in Frankrijk zijn er meevallers en dus heeft de regering goed nieuws in deze tijden van scherp stijgende energieprijzen. Niet alleen de inkomstenbelasting gaat omlaag, maar de wegenbelasting wordt helemaal afgeschaft. En de accijnzen op benzine en diesel gaan flink omlaag om de prijzen te drukken. In totaal heeft de regering in Parijs een pakket maatregelen van 40 miljard gulden afgekondigd om de lasten te verlichten. Het zijn vooral de Franse vissers geweest die de afgelopen tijd de kastanjes uit het vuur hebben gehaald met hun acties om iets te doen aan de snel gestegen dieselprijzen. Nu ze compensatie krijgen, hebben ze hun blokkades van de Franse havens beëindigd. 3 dagen lang was dit het beeld in de anders zo bedrijvige havens aan de Franse westkust. Vissersboten die voor anker zijn gegaan en zo de grote vrachtboten en veerboten naar Groot-Brittannië verhinderden om uit te varen. Met als gevolg enorme verkeersopstoppingen.
De vissers protesteren tegen de hoge dieselprijzen die sinds begin dit jaar bijna verdubbeld zijn en waardoor veel van hen failliet dreigen te gaan. Vandaag deden de actievoerende vissers er nog een schepje bovenop en blokkeerden ook de toegang tot de kanaaltunnel. Daardoor konden er helemaal geen auto's meer naar Engeland, tot woede van vooral veel Britse toeristen. Om de druk op de overheid verder op te voeren, waren enkele honderden vissers naar Parijs getogen, naar het ministerie van Landbouw en Visserij, waar op dat moment overleg plaatsvond tussen de minister en een delegatie van de vissers. De aanhoudende druk bleek succesvol. De dieselprijs zelf gaat niet omlaag, maar de vissers krijgen een flinke lastenverlichting, waardoor de hoge dieselprijs gecompenseerd wordt. Tout ce que je peux vous dire, ce que vous avez demandé, vous avez été exaucé et merci à tous. Voor de vissers in Calais was dat de aanleiding om de blokkade van de kanaaltunnel met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dès l'instant que nous avions obtenu ce qui était la condition numéro 1, qui était celle d'un gasoil fixe pour permettre à nos entreprises de vivre décemment de leur travail, était satisfaite, on n'avait aucune raison ici sur le tunnel de retenir des gens qui rentrent de vacances. Ook de blokkades van de havens zijn vrijwel voorbij. Aan het eind van de middag konden de eerste veerboten uit Dover weer de haven van Calais binnenlopen. Dat was dus Frankrijk, maar ook de wegtransporteurs in Nederland beraden zich op acties. Maar die zullen publieksvriendelijk zijn, hebben ze beloofd. De Nederlandse transportbedrijven en vissers kampen, net als de Fransen, met grote problemen als gevolg van de hoge dieselkosten. Dit jaar stegen de prijzen met ruim 16% ten opzichte van de gemiddelde dieselprijs van 1999. Transportbedrijf Vos Logistics is met 2500 vrachtwagens de grootste in Nederland. Jaarlijks wordt er 100 miljoen liter diesel verbruikt. Iedere cent verhoging kost dus op jaarbasis meteen al een miljoen gulden. Wij gaan onze tarieven per 1 september aanpassen. Die onderhandelingen zijn wij gestart in de maand juni met onze klanten. We hebben toen als meetpaal genomen de dieselprijzen van toen. Want we dachten, het zal nu wel eens een beetje afgelopen zijn op rond de 1,80 per liter. Nou, we gaan op vakantie, we komen terug en we staan hier bij elkaar en het kost 2 gulden. Vos vindt dat de overheid in moet grijpen. Nou, in ieder geval vind ik dat de regering ons vanaf 1 januari minimaal moet compenseren voor datgene wat we te veel aan accijns betalen. En dat is 11 cent per liter. En hoezo is dat te veel? Omdat wij in Europa afgesproken hebben met elkaar dat de minimumtarief voor dieselolie een bepaald niveau moet hebben. En daar zitten wij in Nederland 11 cent boven. De transportbedrijven kunnen de dieselverhogingen nog doorberekenen aan hun klanten. Maar in de vissector kan dat niet. Want daar zijn ze afhankelijk van vraag en aanbod. En een beetje boot gebruikt al gauw 250 liter diesel per uur. Er zijn wel vissers die er hard over denken om straks in de sanering te gaan. Dat wel, ja. En je krijgt ook een moeilijkheden met je personeel natuurlijk. Hoe hou je je personeel vast bij een lagere loon? Als ze een mindere geld in een loonzakje krijgen. Wat moet er gebeuren? Ja, er zal toch wel iets moeten gebeuren. Kijk, als het nog hoger gaat, wordt het helemaal een ramp voor ons. Dus die overheid die zal toch op een of andere manier moeten ingrijpen. Ja, wat de Fransen nu doen. Ja, op zich is de oliemarkt in de hele wereld al. Maar wanneer de Fransen op een of andere manier subsidie krijgen, op wat voor manier dan ook, minder havengeld of weet ik het wat. Ja, dan zullen wij toch ook bij onze overheid aankloppen. Maar die overheid is dat voorlopig niet van plan. Want, zeggen ze daar, belastingen zijn er niet voor om schommelingen in de olieprijs op te vangen. Die hoge olieprijs, werd door de Europese Centrale Bank vandaag als een van de redenen genoemd om het belangrijkste rentetarief te verhogen. Met een kwart punt naar 4,5%. Het rentebesluit van de ECB was volgens de president van de Nederlandse Bank onontkoombaar. Die was noodzakelijk omdat sinds juli eigenlijk de perspectieven voor de inflatie slechter zijn geworden. Dat was het gevolg van wat er met de wisselkoers is gebeurd met de euro. Die is weer zwakker geworden en de olieprijzen zijn weer gaan stijgen. Bij ons is de inflatie aan het oplopen. In 1999 bedroeg de inflatie ongeveer 1% in Europa. Het laatste cijfer is 2,4% en dat baart ons zorgen. De Europese Centrale Bank hoopt dat de renteverhoging ook bijdraagt aan een sterkere euro. Maar dat was vandaag nog niet het geval. De Europese munt daalde verder ten opzichte van de steeds sterkere dollar.
Wie moet er opdraaien voor omzet en inkomensverlies als de winkel lange tijd niet of nauwelijks bereikbaar is door werkzaamheden in bijvoorbeeld de straat? Ondernemersrisico vindt de overheid. Dat is nog maar de vraag, zegt de afdeling Amsterdam van de vereniging Midden- en Kleinbedrijf. De MKB wil dat de gemeente bij langdurige overlast met geld over de brug komt. Zo niet, dan moet de rechter maar een principiële uitspraak doen over dat begrip ondernemersrisico. De beroemde Amsterdamse Overtoom heeft eigenlijk alles wat een straat kan verlangen. Maar toch dreigt het mis te lopen. Reikhalzend hadden buurtbewoners en winkeliers uitgekeken naar de aangekondigde herprofilering. Een opknapbeurt waarbij trottoirs en rijwielpaden vernieuwd zouden worden. Daar hadden de middenstanders graag een paar maanden overlast voor over. Maar de plannen van de gemeente bleken steeds verder te gaan, waardoor het einde voorlopig niet in zicht is. De herprofilering is in mei ongeveer begonnen en zal tot ergens in het jaar 2002 en mogelijk zelfs 2003 duren, dus het is nog maar het begin. Een bijna eindeloze waslijst factoren leidt tot vertraging. Zo heeft de gemeente besloten om tegelijk met de herbestrating ook de riolering naar de waterzuivering, die nu nog door Amsterdam-Oost loopt, om te leiden naar de Overtoom. Het werk wordt verder vertraagd door het besluit om de bomen die eerst omgehakt zouden worden, toch maar te laten staan, met het oog op de duiven. En door de nieuwe regels in de Arbo-wet staan er ter bescherming van de arbeiders hoge hekken. Dus kan er niet of nauwelijks geladen of gelost worden. Veel middenstanders zijn in de financiële problemen gekomen, doordat ze al heel lang nauwelijks bereikbaar zijn voor hun klanten. Binnen anderhalf jaar is die Overtoom 3 keer opengegooid en 3 keer opnieuw geasfalteerd. Zelfs de trottoirtegels die zijn er weer uitgegaan, er moesten weer een ander soort trottoirtegels in. En we hebben sterk de indruk dat dat totaal geen coördinatie geweest is. Het MKB wil eerst met de gemeente Amsterdam tot een regeling zien te komen. Maar weet uit onderzoek dat ondernemers elders tegen dezelfde problemen aanlopen. Ik denk dat dat voor heel Nederland geldt. Alleen ja, in het kader van de wetgeving is dat niet geregeld. Dus wij proberen dat nu hier in te steken in de Amsterdamse situatie. En met de gemeente Amsterdam tot zo'n maatregel te komen. Maar het zal landelijk ook zijn consequenties gaan krijgen. MKB overhandigde vandaag een rapport aan de gemeente Amsterdam. Daaruit blijkt volgens de organisatie dat er voldoende argumenten zijn om naar de rechter te stappen. De gemeente krijgt eerst nog een maand de tijd om uit zichzelf met geld over de brug te komen. Nederland geeft de Antillen 20 miljoen gulden sociale noodhulp. Dat geld moet gebruikt worden om werklozen op de Nederlandse Antillen aan de slag te helpen. Het besluit over de noodhulp werd bekendgemaakt aan het slot van het bezoek van een Antilliaanse kabinetsdelegatie aan Nederland. Pas nadat het Internationaal Monetair Fonds zijn oordeel heeft uitgesproken over het bezuinigingspakket van de Antilliaanse regering, zal Nederland bekendmaken hoeveel overbruggingskrediet precies beschikbaar wordt gesteld. Staatssecretaris De Vries van Antilliaanse Zaken laat verder uitzoeken of ook bedrijven op de Nederlandse Antillen een beroep kunnen doen op een exportkredietverzekering van de overheid om aldus de uitvoer te stimuleren. In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is vandaag de eerste kraamsuite geopend. Het ziekenhuis wil in de nieuwbouw, die in 2005 klaar moet zijn, alle reguliere bevalkamers vervangen door deze extra luxe suites. Het idee is afkomstig uit Amerika. De kamer is huiselijk ingericht. Vrouwen die op medische indicatie in het ziekenhuis bevallen, krijgen zo meer het gevoel van een thuisbevalling. De moeders kunnen tijdens de kraamperiode langer van de suite gebruik maken. Zelfzorgmedicijnen zoals hoestdrank en paracetamol komen in de toekomst bij supermarkten in de schappen te liggen. Nu mogen de medicijnen daar alleen achter de balie worden verkocht. Minister Borst van Volksgezondheid heeft daarvoor toestemming gegeven. Volgens de minister zijn de zelfzorggeneesmiddelen bij normaal gebruik veilig en is de consument goed in staat zelf te beslissen over het gebruik ervan. De minister wil wel een leeftijdsgrens instellen voor het kopen van de medicijnen, zoals nu ook geldt voor sigaretten of alcohol. Het proces tegen de voormalige Indonesische president Suharto is met 2 weken verdaagd. Dat heeft de rechter tijdens de eerste zittingsdag besloten. Volgens zijn advocaten is de 79-jarige oud-president te ziek om voor de rechtbank te verschijnen. Suharto wordt beschuldigd van corruptie. Tijdens het proces zullen zeker 130 getuigen duidelijk moeten maken of Suharto zich schuldig heeft gemaakt aan het verduisteren van 1,4 miljard gulden.
De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft een krans gelegd bij het monument voor Alberto Adriano. De Mozambicaan werd 11 juni in een park in Dessau zo zwaar mishandeld dat hij 3 dagen later overleed. Voor de moord op de 39-jarige Mozambicaan zijn de daders gisteren veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Schröder maakt zich grote zorgen over het racistische geweld in Duitsland. Hij wil onder meer laten bekijken of het mogelijk is om de rechtsradicale NPD te verbieden. De officier van justitie in Amsterdam spant een proces aan tegen een importeur van wasmachines. Hij wordt ervan verdacht A-stickers te hebben geplakt op apparaten uit de B-klasse. A-stickers zijn bedoeld om aan te geven dat een huishoudelijk apparaat extra zuinig is in energieverbruik. Hoe schoon de was ook uit de trommel komt, de beoordeling van huishoudelijke apparaten, het zogeheten witgoed, is geen kinderspel. Op Europees niveau is besloten tot een indeling in 7 categorieën. In klasse A zijn de apparaten veelal duur in aanschaf, maar zuinig in gebruik van stroom en water. Omdat ze daardoor ook milieuvriendelijk zijn, kan een koper van een A-apparaat aanspraak maken op een overheidspremie van 100 gulden. Maar Justitie Amsterdam heeft door een TNO-onderzoek ontdekt dat veel apparaten met een A-sticker meer verbruiken dan volgens de normen is toegestaan. Daardoor worden de consumenten misleid. Ik vond hogere waarden en dat betekent dus dat de wasmachine niet datgene oplevert voor de consument wat het zou moeten opleveren. Een lagere energierekening. En ook niet zo milieuvriendelijk is. Klopt. En daardoor zou dan ook nog eens voor enkele miljoenen ten onrechte aan overheidspremie zijn uitgekeerd. De overkoepelende organisatie voor importeurs van huishoudelijke apparaten zet grote vraagtekens bij het onderzoek. Volgens de Vlehan kwamen de verdachte machines elders in Europa met vlag en wimpel door de test. Inmiddels is bekend, dat is al een hele tijd bekend, dat als er verschillende testinstituten in Europa, die allemaal met TNO vergelijkbaar, apparaten testen op eenzelfde wijze, dat er dan toch grote verschillen in meetresultaten komen. Dat kan soms oplopen tot 23%. Het proces tegen de wasmachine-importeur dient in oktober. Luctor et emergo. In de komende jaren zijn drastische maatregelen nodig om de toenemende dreiging van het water tegen te gaan. Zo luidt de conclusie van de commissie Waterbeheer 21ste eeuw. Staatssecretaris De Vries van Verkeer denkt er precies zo over. En daarvoor zal de burger in zijn buidel moeten tasten. Want het is onvermijdelijk dat de overheid de niet geringe extra kosten zal doorberekenen aan de belastingbetaler. Ons lage land aan zee is een groot lijf met aderen, aorta's, bloedkanalen en al wat zich vertakt. Het overstroomt bij elke prop meteen. Wordt het in 1 arterie te benauwd, dan spatten 1000 haarvaten uiteen. Zo verwoordt dichter Komrij de ontembaarheid van het water. Hij las het gedicht vanmorgen voor toen de commissie Waterbeheer 21ste eeuw haar rapport overhandigde aan staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat. Het water houdt ons land in zijn greep. Eeuwenlang was het pompen of verzuipen. We keerden het water door bemaling of met dijken. Maar met een rijzende zeespiegel en toenemende regenval moet het waterbeheer nu over een andere boeg. Als we niet aan de natuurlijke gang van het water de ruimte geven, de aandacht geven die het verdient, dat we dan ook echt op het veiligheidsaspect de verkeerde kant op gaan. Door heel Nederland moeten zogenoemde retentiegebieden komen, waar in noodgevallen het water kan worden opgevangen. In totaal is 60.000 hectare grond nodig voor het vasthouden en bergen van het water. En dat zijn ongeveer 100.000 voetbalvelden. Volgens de commissie is de komende 50 jaar 25 miljard gulden extra nodig voor de bescherming tegen het water. Verder moet er een speciale watertoets komen bij grote ruimtelijke projecten. Aan de hand daarvan wordt bepaald of in een gebied vanwege de waterdreiging wel of niet mag worden gebouwd. Wat ik beoog is dat nadrukkelijker de toekomstige ontwikkeling van het water wordt beoordeeld ook bij lopende processen. Ja, dus het kan zijn dat gemeenten zeg maar terug moeten komen op eerder gemaakte plannen? Nou, dat hangt een beetje van de locatie af. Maar bijvoorbeeld het voornemen om in rivierbeddingen te bouwen, daarvan zeggen wij heel expliciet, dat moet je niet doen. De commissie betwijfelt openlijk of het bouwen van een wijk als Eiburg in het IJmeer wel verstandig is voor een juist waterbeheer. Voor deze nieuwe wijk bij Amsterdam is een deel van het IJsselmeer drooggelegd. Dit kan de waterhuishouding in de toekomst in de war schoppen. Ruimte aan het water is dus het advies. In de geest daarvan wordt in de omgeving van Hengelo in Twente al gedacht en gewerkt aan oplossingen voor wateroverlast. Het gebied had de afgelopen jaren meermalen te kampen met zeer hoge waterstanden. Het laatst in oktober 98.
Dit ogenschijnlijk zo vriendelijke watertje is de in Twente gevreesde Wolderbinnenbeek. Bij een beetje extra regen stromen dit soort beekjes over en dreigt er watersnood in steden als Almelo, Borne en Ommen. Bron van alle ellende, de verstedelijking in Twente de laatste 20 jaar. Neerslag wat op een landbouwgebied valt, dringt in de grond. En water of neerslag wat inderdaad in een stedelijk gebied valt, dat dringt niet in de grond, maar dat wordt afgevoerd via daken, via wegen, via straten, wordt het via de riolering afgevoerd op het oppervlaktewater. En dat gaat vele malen sneller dan via een landbouwkundig gebied. Het gevolg overstromingen. Om daar voor goed een einde aan te maken is het waterschap Regge en Dinkel een uniek project begonnen. Net buiten Hengelo wordt 40 hectare voormalige landbouwgrond omgevormd tot wateropvanggebied. Dit gebied wordt ongeveer een halve meter tot een meter afgegraven. En vervolgens doordat we dat hebben afgegraven kunnen we inderdaad in dit gebied meer water bergen. De blauwe gebieden zijn moerasgebieden. Hier stroomt de Wolderbinnenbeek hierdoor. En dit zijn gebieden die met hoogwater onder water komen te staan. Wat betekent dit eigenlijk? Dat wij, als we meer water krijgen dan we kunnen verwerken beneden stroms, dan gaan we dit water hier vasthouden. En daarmee is niet alleen de piek uit de hoge waterstanden. Er ontstaat ook dichtbij een grote stad een natuurgebied. We zien hier een eerste gebied, het eerste begin van een moerasgebied. Nou, u ziet inderdaad heel duidelijk dat het inderdaad heel geleidelijk is afgegraven. Dat moerasgebied dat gaat als het ware geleidelijk over naar de beek. Dan zie je inderdaad op een gegeven moment gaat dat moerasgebied gaat dat verlanden. En je zult inderdaad binnen nu en een jaar zul je inderdaad de eerste vogels, flora, fauna zul je in dit gebied zien. Naar verwachting is het werk eind volgend jaar af. Kosten 14 miljoen gulden. Water, lucht, licht en dan kom je bij het weer. Morgen, zo heb ik begrepen, is het begin van de weerkundige herfst. Er is veel geklaagd over deze zomer. Was dat terecht, Marion de Hond? Nou, als we gemiddeld kijken was het eigenlijk een typische Hollandse zomer. Maar lokaal traden dus hele grote verschillen op. Ook in de neerslagsommen die er gevallen zijn. Maar als we naar het grote overzicht kijken, zo'n 16,3 graden. Landelijk gemiddeld tegen 16,2 normaal. Dus dat is vrij normale temperatuur dus. Het aantal zonuren was met 570 iets minder. En dat geldt ook voor de neerslaghoeveelheden met 190 mm. Maar lokaal dus hele grote verschillen. Vlissingen had de meeste zonuren met 650 tegen 470 in Eelde. En als we naar de hoeveelheden neerslag kijken, dan zien we in Maastricht zo'n 270 mm over de afgelopen 3 maanden. En terwijl Den Helder juist heel erg droog was, relatief gezien met zo'n 97 mm. Eigenlijk kunnen we het in het kort samenvatten. Juni en augustus waren eigenlijk aan de droge kant. Waren ook wat zonniger en warmer. Terwijl juli juist nat, koel en somber was. Maar ja, genoeg over de zomer dus. Want morgen begint inderdaad de meteorologische herfst. En het weer past zich daar dan ook direct aan. Want hier ligt een lage drukgebied al klaar. En die bewolking daarvan schuift nu geleidelijk aan onze kant op. En dat betekent dat er dus morgen regen gaat vallen. De forse onweersbuien die vonden we vandaag hier in de omgeving van de Alpen en Italië. Daar viel het echt met bakken uit de hemel en zon. Die vinden we natuurlijk ook in Europa, hier boven het Iberisch Schiereiland en in het zuidoosten van Europa. Nou, de komende 24 uur komt die regen dus dichterbij. Ik denk dat het aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, begint met regenen. Later volgen dan weer wat opklaringen, maar in de middag dan vallen er opnieuw weer buien, mogelijk met onweer. En de stevige onweersbuien hier boven de Alpen die trekken richting het oosten toe weg. En op dit moment vinden we in heel Nederland eigenlijk veel sluierbewolking. En die wordt in de loop van de nacht alleen nog maar dikker en dikker. En aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, begint het dus in het westen als eerste te regenen. Het wordt niet echt koud vannacht, zo'n 10 graden in het binnenland en zo'n 14 graden langs de kust. En morgenochtend dan breidt die regen zich naar het oosten toe uit, terwijl er in het westen alweer de eerste opklaringen komen. En ja, morgenmiddag dan is er een afwisseling van wat zon, maar in de middag dan ontstaan er weer stevige buien en daarbij kan dus ook onweer voorkomen. Het wordt niet echt warm, zo'n 19 tot 20 graden. De wind die draait naar het zuidwesten en gaat behoorlijk aantrekken. Langs de kust komt de windkracht 6 te staan. En ook in het weekend is het gewoon koel met 17 graden, vallen er flinke buien. Dus kortom, het is gewoon herfst.
Einde van dit 8-uur-journaal van donderdag 31 augustus. Nog even de belangrijkste punten. Het kabinet heeft in het verleden te lichtvaardig geoordeeld over het uitzenden van Nederlandse troepen op buitenlandse vredesmissies. Tot die conclusie komt de Kamercommissie Bakker, die naging hoe de besluitvorming ten aanzien daarvan verliep. De vissers, de vrachtwagenchauffeurs en al het andere morrende volk in Frankrijk is gehoord. De wegenbelasting wordt afgeschaft en de benzine- en dieselaccijns gaat omlaag. Meer nieuws in het journaal van 10 uur op Nederland 3. Hier gaan het netwerk zometeen verder en ik wens u nog een heel prettige avond.